Allemaal heel hartelijk welkom. Wat fijn dat de zaal weer zo heerlijk vol is. Maar ook natuurlijk de familie van Linda en Matthias, heel hartelijk welkom. Van Matthias en Linda, heel hartelijk welkom. En aangezien ik ook heb begrepen dat er toch wat familie uit Duitsland is, ik kan helemaal niet zo goed Duitsland, maar eines hartelijken willkommen. Ook voor jullie. En ik heb begrepen dat jullie voor de rest heel goed Nederlands verstaan, dus hier hou ik het maar bij. Waarom is er eigenlijk zoveel familie van Matthias en Linda? Nou, zoals we allemaal wel weten, wordt de jongste zoon, Jonathan, vanmorgen opgedragen. Maar ook u die meekijkt via de online verbinding, van harte welkom. En dat geldt ook voor u of voor jou, als je misschien voor de eerste keer bent ingelogd. Voel je vrij en voel je welkom. Maar natuurlijk ook jullie, hè, kinderen. Fijn dat jullie er ook allemaal weer zijn. En straks is er weer een gezellig kindermoment. Ik ben benieuwd hoor, wat Annemiek gaat vertellen. En natuurlijk ook Erik. Ik weet niet zo gauw waar je gebleven bent. Ah ja, daar. Fijn dat je weer beter bent. Je zult ons dienen met het woord. Psalm 133. God zegen wensen we je toe. En verder, u ziet het al, er is ook nog viering van het Heilige Avondmaal. Graag wil ik met u allen de Bijbel openen, en wel bij Psalm 103. Ik wacht even tot iedereen het gevonden heeft. Nou, het gebladerde stopt al, dus ik denk dat bijna iedereen het gevonden heeft. Psalm 103, waar boven staat, loflied op Gods genade. En in andere vertalingen staat misschien boven, looft de Heere om zijn genade. En wou ik beginnen bij vers 1. Loof de Heere, mijn ziel en al wat in mij is, zijn heilige naam. Dan wil ik enkele versen overslaan en bij vers 8 verder gaan. Barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goede tierenheid. Barmhartig, geduldig. Genadig is de Heere, rijk aan goede tierenheid. Genadig, je kunt ook zeggen, vergevend. Deze woorden zeggen ons alles over de Heere Jezus. Hij ziet en kent jou. Onze zonden, onze verkeerde dingen, waren zo groot, waren zo veel. Maar zijn liefde voor ons is veel groter. En daarvoor gaf hij zijn leven. En daarvoor willen we hem danken. Dus gaan we zingen, de zon komt op, maakt de morgen wakker. En als het enigszins lukt, wil ik vragen of je met mij wilt gaan staan. 7:33. Prijs nu zijn heilige naam.
En op die dag, als mijn kracht vermindert, mijn adem stopt en mijn einde komt, zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen. 10.000 jaren tot in Ik zou graag met u en met jou, met jullie allemaal, een zegen willen bidden. We gaan onze handen vouwen en de ogen dicht doen. Dank u, Vader in de hemel, dat u ons hier gebracht heeft. Dat u zoveel van ons houdt. Heer, wilt u vrede geven. Heer, niet alleen hier, maar ook in de Oekraïne en Rusland. We hebben er zoveel over gehoord. Heer, dank u wel. Dat we u om vrede mogen bidden. Heer, we willen u ook zo vragen, wilt u deze dienst alles in uw handen nemen? Wilt u ons leiden? Wilt u ons zegenen? Hoofd voor hoofd. Heer, dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. Ik wil vragen of Annemiek naar voren komt voor het kindermoment. Mogen alle kinderen die ook voor willen zitten, die mogen nog wel naar voren komen. Hi. Kom er maar lekker bij. Ik heb hier allemaal verschillende mokken. Ik heb hier een hele stoere mok. En een hele grappige. En ik heb ook een hele sportieve hier. En een hele ouderwetse. En ook eentje die kapot is. En nou heb ik 2 kinderen nodig die mij komen helpen. Wie zou dat wel willen? Wil jij mij komen helpen? Wil jij mij ook komen helpen? Nou, dan mogen jullie een mok uitzoeken waar jullie wel uit willen drinken. Waar zouden jullie wel uit willen drinken? Jij wil wel uit die drinken. En jij dan? En jij uit die. En waarom wil jij uit die mok drinken? Ja, ik vind het zo mooi. Jij vindt het zo mooi. En jij dan? Waarom wil jij daaruit drinken? Je vindt hem cool. Ja. Nou. Kijk eens. Moeten jullie maar eens even kijken of dat lukt uit die mok drinken. Probeer het maar eens, of het lukt. Oh, dat hoeft ook niet. Is goed. Doet hij het goed? Doet hij het ook goed? Hartstikke goed. Hé, hey, maar nou zag ik ook nog een hele kapotte mok hier staan. En waarom is dit af?
Nou, die is kapot. Zou hier ook nog Ranja in kunnen, denk je? Nee. Zullen we eens kijken? Kijk. En zou je hieruit drinken? Nee. Maar als er nou geen andere mok zou zijn en er is alleen die. En je hebt heel dorst, zou je er dan uit drinken? Ook niet. Jij dan? Jij wel? Nou, hartstikke goed. Mogen jullie weer lekker gaan zitten? Er zijn heel veel verschillende mokken. Ze zijn allemaal anders. En ze zijn bedoeld om uit te drinken. En dat ging goed. En dat is fijn. En God heeft de mensen gemaakt. En ook wij zien er allemaal anders uit. De ene heeft een lichte huid en de andere een donkere. De ene is zo klein als baby Jonathan, die straks wordt opgedragen. En de andere is al heel erg oud en groot. De ene heeft bruin haar en de ander blond. We zijn allemaal verschillend. En we zijn ook allemaal anders. Want de ene is heel sportief. En de ander is weer heel erg grappig. Of iemand is weer heel erg lief. En sommigen, die hebben een kapotte arm of een kapot been. Die doet het niet meer goed. Of die hebben pijn in hun hart omdat ze nare dingen hebben meegemaakt waar ze liever niet meer aan willen denken. De mokken zijn bedoeld om te vullen met drinken. En de Heere God wil ons vullen met Hemzelf, met Jezus en de Heilige Geest. Als wij bij Jezus willen horen, dan komt Jezus in ons hart wonen. En dan gaat Hij ons helpen, zodat wij het goede kunnen doen. En wat voor goede dingen zouden wij dan kunnen doen? Wie weet dat? Andere mensen helpen. Hartstikke mooi. Wie kan er nog meer goede dingen bedenken om te doen? Elkaar helpen. Prachtig, ja. En is dat altijd even makkelijk om te doen? Ik zie hier al geschud. Nee, dat is niet altijd even makkelijk. Maar daar wil de Heer Jezus ons bij helpen. Het maakt niet uit hoe je eruit ziet. Of hoe je bent. De Heer Jezus wil bij je zijn. Hij zegt, volg mij maar, vertrouw me, ik ben er. En de Heer Jezus houdt ook heel veel van ons. Hij is altijd bij ons. En ook als straks baby Jonathan wordt opgedragen, die laat zichzelf zien aan ons. En dan mogen we voor baby Jonathan bidden, dat ook hij de Heere God in zijn hart mag vinden. En dan gaan we nu nog een mooi lied zingen. Zijn we er aan? Ik wil vragen of iedereen even lekker even in beweging wil komen. Want dit is wel een liedje waar we lekker actief bezig zijn. Voor zover je dat wil, natuurlijk. Even blijven zitten. Even blijven zitten. Oh ja. Oh, Klaas maakt een grapje, jongens. Nee. Nee? Oh, ja, we gaan eerst even zitten. Ik raak helemaal in de war. Moet je kijken, hè? Ja, zo gaat het bij ons. Sta eens even op als je Jezus lief hebt. Sta eens even op als je van hem houdt. Laat eens merken, laat eens merken dat je van hem houdt. Geef elkaar de hand als je Jezus lief hebt. Geef elkaar de hand als je van hem houdt. Laat eens merken, laat eens merken dat je van hem houdt. Nou, daar komt ie hoor. Draai eens even rond als je Jezus lief hebt. Draai eens even rond als je van hem houdt. Laat eens merken, laat eens merken dat je van hem houdt. Nou, de keer. Spring eens in de lucht. Als je Jezus lief hebt, spring eens in de lucht als je van hem houdt. Laat eens merken dat je van hem houdt. Ga eens even zitten als je Jezus lief hebt. Ga eens even zitten als je van hem houdt. Laat eens merken dat je van hem houdt. Pak je hem? Goedemorgen,
Goedemorgen. Vanmorgen zijn we niet alleen voor het avondmaal en voor de preek gekomen, maar ook omdat Jonathan er is. En wat is er nou zo bijzonder vanmorgen aan Jonathan? Hij wordt opgedragen. Wat houdt dat in, opdragen? Nou, dat is dat, dan vertellen eigenlijk de ouders iets over Jonathan, zodat we hem allemaal leren kennen. Dan weten we, ah, dat is Jonathan. We hebben hem dan ook gezien. Maar de ouders die willen ook graag dat we voor hem bidden. En dat we samen dan vragen om een zegen over zijn leven. Niet alleen over hem, maar ook over zijn ouders. Om te helpen met de opvoeding. De ouders beseffen natuurlijk, ja, we kunnen dat eigenlijk zelf niet. En daarom wil ik vragen of jullie op podium willen komen. Matthias, Linda, Lotte, Lily en David. Morgen. Nou, ik heb de kaart nog even opgezocht. Ja, oh, jij ook al. Ik vond het een hele mooie tekst. En die zou je waarschijnlijk wel noemen. Ja, die wou ik even. Ja, dan ga ik dat maar niet voor je wegkapen. Goed zo. Nou, mooi. Dat was een mooie tekst op die kaart. Eerst stel ik voor dat jullie maar iets vertellen over Jonathan. Dat lijkt me het mooiste. Ja, is goed. Nou, ik denk dat jullie het bijna allemaal wel weten, maar dit is dus Jonathan. De naam Jonathan betekent door God gegeven. Nou, dat is in dit geval ook echt helemaal zo, want het was een verrassing dat ik kwam. Maar we zien ook wel nu echt dat het zo had moeten zijn en God heeft hem ook echt aan ons gegeven. Dat is wel heel erg mooi. De tweede naam is Hendrik. Hij is genoemd naar mijn oma Henk, die ook vandaag mee is gekomen, dus dat is ook leuk. En zijn derde naam is Sion. En Sion vonden wij een mooie naam, want in de Bijbel is de naam Sion, Sion heeft een bijzondere plek in Gods hart. Even kijken, ik had inderdaad ook nog eventjes het kaartje erbij gepakt. Wij hadden de Bijbeltekst uitgekozen voor Jonathan. Erken het, de Heere is God. Hij heeft ons gemaakt en hem behoren wij toe. En vinden wij een mooi tekst. En daarom hebben wij ook voor straks het liedje uitgekozen. Het is niet echt een kinderliedje, maar we vonden het gewoon een mooi liedje die eigenlijk ook over het leven gaat. Het is het liedje U die mij geschapen heeft. God heeft hem geschapen. En het gaat in het liedje er ook over van Heer, u bent mijn doel. Dus u bent het doel in het leven. En in voor- en tegenspoed willen wij u aanbidden. Daar hoop ik ook echt voor Jonathan dat hij dat ook zo mag ervaren voor zijn leven. Is dat? Ik heb ook nog wat te zeggen. Ja, blijft inderdaad de vraag, wie is Jonathan? Nou, zover je dat al na 7 maanden kunt zeggen. Wat wij hebben gemerkt is, Jonathan is heel erg gezellig. Dat is eigenschap van Jonathan. Dus als wij rustig willen eten en we dachten eerst, nou, dan leggen we jou even in de box. Dan pikt hij niet, dan laat hij van zich horen. Dus dan wil hij graag in de wipstoel bij ons aan tafel zitten en dan is hij weer rustig. Dat maakt ook dat hij een beetje gemakkelijk is. Hij krijgt heel veel aandacht van zijn broertjes en zusjes en natuurlijk ook van opa en oma en van ons. En qua lichamelijk doet hij het rustig aan, want iedereen komt wel naar hem toe. En het laatste is wat opvalt bij Jonathan is dat hij heel erg goed gemutst is. En hij lacht heel veel. En nou ja, als je dan bijvoorbeeld 's ochtends de eerste luier moet verschonen en hij straalt al helemaal naar je en hij is blij, dan denk je van ja, jij bent echt blij dat je er bent. En dat is ook hartstikke mooi om te zien. Goed, dan willen we ook een zegen vragen voor Jonathan in het bijzonder. En zometeen zal Klaas ook voor het gezin een zegen vragen. Mag ik achter? Ja, natuurlijk. Heer onze God, het is heel bijzonder dat we zo vanmorgen ook samen met Jonathan en zijn vader en moeder en zijn broer en zusjes hier samen staan. Samen, Heer God, omdat we ook heel goed beseffen dat hij ook in zijn leven een zegen nodig heeft. Een zegen van u. En als we dit getuigenis horen, alleen al van het kaartje, die mooie tekst, dan beseffen we met elkaar zo heel bijzonder, Heer God, dat u degene bent die het gegeven heeft, die het leven geeft. U hebt hem in het boek des levens reeds opgeschreven, Heer.
Hij staat erin. En Heer God, u wilt ook zo graag dat hij u leert kennen straks. Heer, we willen een zegen vragen over zijn leven. Wilt u uw doorboorde handen op hem leggen en wil hem leiden? Wil hem vasthouden in uw liefde, Heer God, en dek hem onder uw kostbaar bloed. Ook in zijn jonge leven, dat hij op mag groeien in alles wat hij op zijn weg tegenkomt. Dat het altijd mag zijn, Heer God, iets van u. Dat hij in zijn onderwijs, alles wat hij krijgt, Heer, straks. We danken u, Heer God, dat u het alles wel hebt gemaakt. En we willen hem in bijzonder aan u opdragen. Wil hem zo een warm welkom willen wij bieden, Heer God, ook zo hier in de gemeente. Dat we met elkaar hem mogen dragen. We vragen u dat in de wonderbare naam van Jezus Christus alleen. Zegen hem, Heer. Amen. Ja, dan wil ik graag een zegen voor jullie bidden. En jullie ook een zegen meegeven. Heer onze God, dank u wel dat deze prachtige familie ook onderdeel van deze gemeente is. Dat zij ook onderdeel mogen zijn van uw wereldwijde gemeente, van uw lichaam, Heer Jezus Christus. En ik bid om een zegen voor Matthias en Linda. Heer, wilt u ze wijsheid geven? Wilt u ze helpen in de opvoeding van hun kinderen? Als het in deze wereld er steeds moeilijker wordt om u te volgen, om te leven zoals u dat van ons vraagt. En als, als ze daardoor misschien wel aan de rand van de samenleving komen te staan, Heer, dan bid ik of u met hen mee wil zijn. Met hen mee wil gaan. Of u hen wil helpen. Elke keer opnieuw. Als er moeilijke keuzes komen. En als we beslissingen moeten nemen die ons misschien minder geliefd maken. Maar die wel geven dat we u blijven volgen. Heer, wilt u hen daarin de wijsheid geven. Wilt u hen daarin helpen. Dat u ook, dat ze ook mogen ervaren dat u met hen meegaat. Als zij hun kinderen proberen op te voeden zoals u dat van ons vraagt. Heer, zo wil ik hen zegenen. Ik wil jullie zegenen. In de naam van God de Vader en God de Zoon en God de Geest. En mogen de Heer jullie zegenen als je naar binnen gaat. Mogen de Heer jullie zegenen als je naar buiten gaat. Mogen de Heer jullie zegenen als je verdriet hebt. Mogen de Heer jullie zegenen als je vreugde hebt. Mogen de Heer jullie zegenen. Nu en altijd samen met jullie kinderen. Lotte, Lily en David en Jonathan. Dat jullie gezegend mogen zijn, maar ook tot een zegen mogen zijn voor jullie kinderen, maar ook voor de mensen om je heen. Prijs daarvoor zijn heilige naam. Amen. We willen je nog een tekst meegeven uit Psalm 139, vers 13 en 14. Want u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer goed. Mogen jullie nu als gemeente als staande 355 toezien. Die mij geeft.
Misschien willen de kinderen liever naar hun kinderdienst. Ja? Dan mogen jullie nu naar de kinderdienst. En dan gaan wij ondertussen zingen opwekking 355. Nee, die hebben we net gezongen. Wat zeg je? Oh ja, de mededeling. Ik ben een beetje in de bonen. Ik wil Luiten vragen of hij naar voren wil komen voor de mededeling. Goedemorgen. Ik mag de mededelingen met u delen. En ik wil beginnen met de zieken. En de zieken is altijd toch wel een belangrijk ding in de gemeente. En ja, dat mogen we met elkaar dragen. En ik wil u ook vragen om daar echt ook in het Bethel, het gemeentenieuws, te lezen welke mensen als daar zijn. Vanmorgen heb ik er 2 op de lijst staan. En dat is in dit geval Antoinette. En Antoinette heeft de uitslagen van de behandelingen gehad. De chemokuren mochten de afgelopen vrijdag weer doorgaan. Verder is onze zuster erg moe. En misschien is het goed dat we met elkaar daar ook aan denken. Dat zij weer energie en weer moed kan krijgen. Geef haar, dat de Heer haar die kracht wil geven. Voor afgelopen donderdag kregen we het bericht dat de man van Ingeborg met een hartinfarct opgenomen is. Hij lag op het IC. Vanmorgen kregen we het bericht dat hij uit zijn coma is ontwaakt. En goed, er zal nog een heleboel dingen moeten gebeuren. Maar ook in dit gezin veel onrust en veel zorgen. En dat mogen we met elkaar dragen. Daar zijn we gemeente voor. Dan heb ik nog een paar algemene mededelingen. Het koffiedrinken was vanmorgen niet meer aan het begin. En dan is straks na de dienst kunnen we weer met elkaar koffie drinken. Dan heb ik staan voor aanstaande dinsdag, 8 maart. Dan is er weer een maninnenavond. En het thema zal zijn naar aanleiding van Psalm 31. De inloop is om 7:30. Het begint om 8:15. En als alles normaal verloopt is het om 9:30 weer afgelopen. En daar zijn alle vrouwen welkom. Dan hebben we vrijdag over een week een bijbelstudieavond over de doop. Dat is toch wel iets waar je echt over na moet denken. Dat je weer gehoorzaam mag zijn aan dat wat God van ons vraagt. En dat zal zijn in Ravidim, 18 maart, om 7:30. En daarvoor is ieder die zich wil laten dopen of die daarover na wil denken of informatie daarover wil hebben, is daarvoor van harte uitgenodigd. Aan het eind van de zaal staat weer de gastentafel. En daar, als je informatie wil hebben over de gemeente, dan kun je die daar vragen. Maar daar hoef je niet een gast voor te zijn. Mag iedereen daar komen om dat te vragen. Voor vanavond bent u ook uitgenodigd. Dan is de dienst met broeder Theo Niemeyer. En het onderwerp zal zijn de Bijbel, hoogst actueel. En dat is natuurlijk vanavond ook weer te volgen via de livestream. De collecte voor vandaag is bedoeld en bestemd voor het onderhoud van het gebouw. Ik wil graag met u de zieken aan de Heer opdragen. Heer, dank u wel. Dank u wel dat we met al onze zorgen, maar ook met onze vreugde, onze blijdschap, bij u mogen komen. Heer, en wat is het geweldig om de dingen in uw handen te leggen. Hoewel het ook best moeilijk is, omdat we zo vaak en zo graag zelf de regie willen hebben. Maar Heer, u bent een groot, machtig en heilig God. En alle lof, alle eer en aanbidding, die komt u toe. U bent het waard, Heer. U bent het waard om geprezen te worden. En dank u wel dat we dat met ons hart mogen doen. U alle lof brengen. Ja, glorie. Glorie voor de wonderbare naam van Jezus. Voor zijn geweldige wonder.
voor het offer wat u voor ons heeft gebracht. Dank u wel. Heer, we mogen bidden voor de zieken. En er zijn er meerdere, maar vanmorgen mogen we ons van net bij u brengen, Heer. We mogen haar aan u opdragen, haar in uw handen leggen. En bidden, Heer, wilt u haar sterken, wilt u haar zegenen. Ook Jacco, Heer, wilt u ze omringen en wilt u hen kracht geven. In deze toch wel lastige en hele moeilijke tijd. We mogen bidden voor Ingeborg en haar man. Heer, ook dat gezin, wilt u ook daar uw zegen geven. Omring ze met uw liefde en geef ze rust. En dank u wel, Vader, dat u ook dat in uw handen hebt. Heer, u bent een groot God en een machtig God. En dat mogen we elke keer weer ervaren. Leer ons om op te zien naar u, het van u te verwachten. Dank u wel, Heer. Heer, zo mogen we bidden ook voor de hele toestand in de Oekraïne. En ik bid vooral ook voor mijn broers en zussen daar. Heer, wilt u ze sterken, wilt u ze omringen. Dank u wel dat u het in uw handen hebt. En, voor ons is het niet te begrijpen waarom iemand zoiets doet en zoiets wil. Maar Heere God, we geven het aan u. Neemt u het in uw handen. Zo mogen we bidden voor het werk in Roemenië. We mogen bidden voor het werk op de Filipijnen. In Israël. Heer, dank u wel dat u dat zegent. En ook uw volk omringt met uw liefde. En dat we Jeruzalem, uw vrede mogen toebidden. Dank u wel, Heer, voor uw grootheid. Mag bidden voor de Herikon. Ook daar mogen we uw zegen bidden. Ook in alle voorbereidingen die weer aan de gang zijn. Heer, dank u wel dat u daar bent. Heere God, zo mogen we ook deze dienst die we hier samen hebben. Waar we mogen luisteren naar uw woord. Dat u ook, Heer, komt ringen met uw liefde. En woorden van u geven. Dank u wel, Heer, dat u hier bent. En dat u ons ziet, ons kent, ons hoort. En dank u wel, Heer, dat we al ons vertrouwen op u mogen stellen. We prijzen de naam van Jezus. Halleluja. Amen. Dank u wel. Omwille van de tijd is het denk ik goed om nog één lied met elkaar te zingen, alvorens dat Erik de preek begint. Opwekking 668, Genade zo groot. Oh,
Nou, nogmaals, goedemorgen allemaal. Even voor de gasten hier. Wij gaan zo door de pelgrimspsalmen. We zijn begonnen bij psalm 121. En die gaat door tot psalm 134. En vandaag zijn we bij psalm 133 aangekomen. En het thema is eenheid. Ja, dat klinkt een beetje zoetsappig. Maar ik denk afgelopen week zijn we er allemaal bij bepaald. Dat het bepaald niet zoetsappig is. En als je ziet hoe Oekraïne daar in eenheid daar staat. Het is ontzettend indrukwekkend. En eenheid is niet maar zoiets zoetsappigs. Ook voor de gemeente niet. Het is echt iets waar we ook als gemeente zeg maar hard aan moeten aan werken. De afgelopen 2 jaar met het corona gebeuren. U mag wel weten, als bestuur hebben we ook echt de eenheid wel in het oog gehouden. Want ook in de gemeente, niet alleen in Nederland, ook in de gemeente, heb je mensen die zitten aan de wappies, extreme wappies en extreme schaapjes, zeg maar. En dan is natuurlijk wel de vraag, hoe hou je de eenheid? Want eenheid is ook voor de gemeente, het is cruciaal. En dan denk je, ja, psalm 133, waar het dan gaat over de eenheid. Ja, misschien had je hem wel eerder verwacht. Als je dan zo de pelgrim volgt, dan denk je, nou, dat trekt samen op naar naar Jeruzalem, komt hij in Jeruzalem met allemaal anderen. Je zou verwachten dat eenheid wel snel aan de orde komt. Want hoe mooi is het als je samen in eenheid bij elkaar mag komen. En daar gaat de psalm dan ook over. Hè. Dan ook dan natuurlijk het negatieve wordt daar ook bedoeld. Als er eenheid afwezig is, dat je dat wel gaat zoeken. Wij gaan straks ook het avondmaal vieren. En 1 Korinthe 11, die psalm 131 zeg maar, vertelt het positief. 1 Korinthe 11, die kijkt het dan meer van de negatieve kant. Daar zegt Paulus, jullie bijeenkomsten doen meer kwaad dan goed. En moet je eens beseffen. Dat Paulus hier vanochtend is, iedereen druk, de band, de mensen van de techniek, de zonderschool. En Paulus komt en zegt, weet je hoe het zit hier? Jullie bijeenkomsten doen meer kwaad dan goed. Want waarom? Want ik heb ten eerste gehoord dat jullie niet één zijn met elkaar. Wanneer jullie bij elkaar komen, dan zijn jullie verdeeld en jullie hebben ruzie. Het zijn harde woorden als je dat te horen krijgt als gemeente. Jullie bijeenkomst doet meer kwaad dan goed. Want in de eerste plaats, er is geen eenheid. Nou, nogmaals, psalm 131 vertelt dan, ja, wat als er dan wel eenheid is en hoe mooi dat dan is. Een pelgrimslied van David. Zie hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. Het is als de kostelijke olie op het hoofd die neerdaalt op de baard van Aaron, die neerdaalt op de zoom van zijn priesterkleed. Het is als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de Heer de zegen en het leven tot in eeuwigheid. Dus David schrijft deze psalm en hij weet ook, nou ja, hij weet ook van de jaren dat er geen eenheid is. In zijn eigen gezin heeft hij dat ook ervaren. Dat er oneenigheid was. Ook de aartsvaders, kijk maar naar Abraham. Abraham en Lot was ook niet altijd eenheid. Jacob had ook geen leven dat je zegt van nou, dat is nou een voorbeeld van eenheid. Jacob had oneenigheid met zijn eigen familie, in zijn eigen gezin, met zijn schoonfamilie. En ook na David zou Israël dan ook worden opgedeeld in het Noordrijk, het Zuidrijk. Je moet het ook wel, David is natuurlijk ook wel realistisch. Hij weet ook de dagen van oneenigheid. Maar als er dan wel eenheid is. Als er dan wel eenheid is, nou, dan schrijft David, dat is geweldig. Dat is geweldig en dan geeft hij dan ook twee voorbeelden. Vers 2, het is als kostelijke olie op het hoofd die neerdaalt op de baard van Aaron. Ja, als je dat zo leest, denk je, dat is raar. Toch of niet?
Dat is olie die neerdaalt op de baard van Aaron. Ja, zo geweldig is het. Nou, ja, ik moet zeggen, dat beeld spreekt mij niet zo aan. Ja, toch? Maar voor David wel. Want het is even goed om te weten, dat grijpt terug naar Exodus. De tijd dat Mozes het volk leidde uit Egypte naar het beloofde land. En dan krijgen ze instructies. Ze krijgen ook instructies hoe zo'n volk dan, hoe kun je met God leven? Hoe kun je hem eren? Hoe ga je met God om? En dan krijg je ook de instelling van het priesterschap. En dan op een gegeven moment, dan wordt er gesproken over de inzegening van de hoge priester van Aaron. Daar staat in Exodus 29, vers 21, dat is de instructie. Dan moet u wat van het bloed nemen dat op het altaar is van de zalfolie en dat sprenkelen op Aaron, op zijn kleding, op zijn zonen en op de kleding van zijn zonen met hem. Dan zal hij geheiligd zijn, hij, zijn kleding, zijn zonen en de kleding van zijn zonen met hem. En dan later in Leviticus hoofdstuk 8, dan krijg je dan de vervulling van deze opdracht. Maar het is de instelling van het priesterschap, de inzegening van Aaron als hoge priester. En één grote taak van de hoge priester was dat hij één keer per jaar het heilige der heiligen ging en daar verzoening, daar vergeving vroeg voor het volk, voor het hele volk. En David zegt dus, jongens, eenheid, dat is net zo mooi als toen Aaron werd ingewijd. Dat hij werd ingewijd en dat we iemand hebben die naar het heilige de heilige mag gaan en vergeving mag vragen voor het hele volk. Zo mooi is het als we in eenheid met elkaar leven. Ja, wij kunnen daar niet veel mee als je dan de olie en baden. Maar dat zit erachter. Zo geweldig is dat. En ook de tweede vergelijking. Hij zegt, naar eenheid dan, het is als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. Technisch klopt dit verhaal niet helemaal. Als je ook vandaag in de dag, als je in Jeruzalem woont en je wil gaan skiën op de berg Hermon, moet je 3,5 uur rijden. Dat is net zoals van hier naar Winterberg, Gideon. Ja. Dat is best een stuk. Dus de dauw van de Hermon, ja, dat komt natuurlijk nooit in Jeruzalem aan. Die vergelijking gaat even, ja, dat loopt moeilijk. Maar wat er wel mee wordt bedoeld, ja, het is ontzettend mooi. Als je ooit in een warm land hebt geleefd, dan weet je wel, dan mis je, of je, als er een berg is, dan weet je dat er een berg is waar je naartoe kunt gaan. En dan kun je 's ochtends vroeg naartoe en dan is het nog mistig. Daar is dauw, misschien een beetje motregen. En het is geweldig, het is verfrissend om dan daar te zijn. Dan denk je, nou, de rest van de dag blijf ik gewoon hier, ik doe niks. Het is heel prettig. Maar naast dat het heel prettig is, je brengt het natuurlijk ook vruchtbaarheid. Het water, de dauw, dat brengt vruchtbaarheid. En dat is de vergelijking die David hier maakt. Als er eenheid is, dan brengt dat vruchtbaarheid. En dat brengt vruchtbaarheid vanuit Sion, vanuit Jeruzalem. Dat brengt geestelijk gezien vruchtbaarheid. Dan mogen we groeien in heiligheid in onze wandel met de Heere God. Zo goed is het. Zo goed is het als we eenheid ervaren. Dus eenheid is heel kostbaar voor Israël. In een wandel met God, in een heiligheid, in het uitvoeren van hun taak als priester, maar ook als priester voor de volken. En daarom, Psalm 131 sluit dan ook af, hè, want daar gebiedt de Heer de zegen en het leven tot in eeuwigheid. Ik heb al gezegd, het tegenovergestelde is oneenigheid. Is dat er verdeeldheid is. En de Heer Jezus waarschuwt daarvoor. De Heer Jezus zegt letterlijk, ja, en ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. Een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, dat valt. Andere woorden, de Heer Jezus waarschuwt echt. Jongens, pas op als er geen eenheid is. Pas op voor verdeeldheid. En dan denk je, ja, dat moet dan wel enorme dingen wat hij dan die eenheid onderuit haalt.
Nee, het zijn de gewone dingen in het leven. Jaloersheid. Roddel. Het niet bereid zijn om te vergeven. Ontevredenheid. Dat zijn de dingen uit het leven die eenheid onderuit kunnen halen. En dan denk je bij jezelf, is dat dan allemaal zo moeilijk? Is het zo moeilijk om de ander hoger of beter te achten dan jezelf? Als wij hier met elkaar, als we bewust zijn, we mogen straks avondmaal vieren, als we bewust mogen zijn van alles wat God ons vergeven heeft, is het dan zo moeilijk om de ander te vergeven? Is het dan zo moeilijk om een keer gewoon je mond te houden en niet te roddelen? Deze normale dingen, normale dingen in het leven, die halen de eenheid onderuit. En het komt op slinkse wijze en best ook veel met waarheid. Ik heb net verteld van de tijd dat Mozes het volk leidde vanuit Egypte naar het beloofde land. In die reis had je ook een man die heette Korach. En Korach had een paar mensen om zich heen verzameld en die waren niet eens met Mozes. Die gingen naar Mozes toe en die maakten kenbaar dat ze er niet blij met hem waren. En zeiden nou, Mozes, luister nou eens goed. Ten eerste, je bent niet beter dan de ander. Zit heel veel in. Mozes, we zijn allemaal uitverkoren. En Mozes, waarom zouden we naar jou moeten luisteren? Waarom jou gehoorzamen en niet de ander? En als je dat zo bij had gezeten, had je misschien gezegd, mo, daar zit wel wat in. Ja, waarom is dat eigenlijk zo? En Korach begint dan een opstand tegen Mozes en God grijpt in. En Korach vindt uiteindelijk de dood. Laat zien dat God eenheid ontzettend belangrijk vindt. Maar het zijn, nogmaals, het zijn die gewone dingen in het leven. Voor je het weet, doe je eraan mee. Op een gegeven moment, Jezus loopt met zijn discipelen. En aan het einde van de dag komen ze aan. En dan zegt de Heer Jezus tegen de discipelen, nou, waar hebben jullie met elkaar over gehad onderweg? En in het begin dan durven ze dat niet te zeggen, want ze schamen zich een beetje. Want ze hebben er met elkaar over gehad. Ja, wie is het grootste? Wie is de grootste in het koninkrijk van de Heer Jezus? En wederom, dat is, als jij erbij had gelopen, dan had je misschien meegedaan met die discussie. Alleen, het discussie had eigenlijk moeten zijn, ja, wat maakt iemand nou groot in het koninkrijk van God? Maar op deze manier, als het zou doorgaan, ja, dan zou het verdeeldheid brengen. En de Heer Jezus grijpt dan ook in. Maar hij geeft ook meteen antwoord. Hij zei, wil je groot zijn in het koninkrijk van God? En dan de Heer Jezus die nam toen een kind op zijn schoot en zegt, wie zijn kind ontvangt, als je dat doet, dan ben je groot in het koninkrijk van God. Maar mij gaat het er even over die discussie. Ik denk van ja, goede discussie. Maar voor je het weet kom je in een neerwaartse spiraal. En de eenheid wordt onderuit gehaald. Jongens, het is goed. Het is goed, zoals Psalm 133 zegt, als we mogen leven in eenheid met elkaar. En het is, en David geeft dan twee beelden. Maar zo is het wel. Zo mooi is het. Als we in eenheid met elkaar mogen leven. Maar eenheid zelf is natuurlijk niet het doel. Het is niet de reden dat wij hier bij elkaar komen, is niet de eenheid. Eenheid is belangrijk, maar het is niet ons hoofddoel. Het gaat natuurlijk om de Heere God. En het gaat om het zoeken van eenheid vanuit het centraal stellen van de Heere God. Wel opvallend is dan in Psalm 133, tenminste als je de blauwe HSV hebt, daar wordt drie keer gezegd, neerdaalt. Dus die neerdaalt op de baard, die neerdaalt op de zoom van het priesterkleed en die neerdaalt op de bergen van Sion.
De eenheid die komt van boven naar beneden. Het is daar waar de Heer Jezus Christus centraal staat. Een mooi voorbeeld, een duidelijk voorbeeld is 1 Korinthe 8. Het is wel even interessant om te kijken. Het is 1 Korinthe 8 en dat gaat over discussie van het offervlees. Wij kennen die discussie niet. Wij lezen dus heel makkelijk daaroverheen. Want als je in Nederland opgroeit, dan ken je dat niet. Maar in 8 vers 1, en daar staat dan, wat de afgodenoffers betreft, wij weten dat wij allen kennis bezitten. Nou, ik denk, je moest je voorstellen, die brief die wordt voorgelezen in Korinthe, daar in die gemeente. En wij weten dat wij alle kennis bezitten. Nou, ik denk, die mensen in die gemeente daar, ze zeggen, nou, goed, wij hebben kennis. Maar dat nog niet gezegd hebben, wordt het meteen onderuit gehaald. Maar de kennis maakt opgeblazen en de liefde bouwt op. Ze worden eerst even opgehemeld en dan meteen onderuit gehaald. Want het gaat om de liefde. En dan gaat het ook verder. Als iemand denkt iets te weten, dan heeft hij nog niets te leren. Kennen zoals men behoort te kennen. Maar als iemand God lief heeft, is hij door hem gekend. Ook de eenheid moet gegrond zijn in Gods liefde. En niet in de kennis. Wij hebben dan wel geen offervlees, maar het principe is wel hetzelfde. Wij zoeken naar de eenheid waar Jezus Christus het fundament van is. Een eenheid, zeg maar, die neerdaalt van boven. Een eenheid, zeg maar, waar de liefde centraal staat. Een eenheid zonder verbinding met het grote gebod, dat we God lief hebben boven alles en daarnaast als onszelf, dat is niet mogelijk. En dan gaat de Heer Jezus nog een stap verder. We hoeven het niet allemaal te lezen, maar in Johannes hoofdstuk 17, daar wordt verteld van een gebed van de Heer Jezus. Dit is het gebed voordat hij wordt gekruisigd. En het is een lang gebed, maar hij bidt ook voor de gelovigen. Hij bidt, zeg maar, ook voor de gemeente. En dan bidt hij gewoon dat er eenheid mag zijn, maar dat deze eenheid dan mag getuigen. Dat de eenheid op zich een getuigenis is van wie God is en van zijn liefde. Opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt. Zoals u mij hebt lief gehad. Eenheid is belangrijk voor ons onder elkaar. Maar ook, het is ook een getuigenis van wie God is en van wat hij heeft gedaan. Ik wil tot slot nog twee bijbelversen laten zien. Ik was de PowerPoint vergeten, maar ik hoop dat het lukt. Kijk, eenheid is natuurlijk voor ons is iets waar we naartoe gaan. En God is een drie-eenheid. Eenheid is niet, zeg maar, een droom. Nee, het is wel degelijk waar we naartoe gaan. Lukt het? Dank je wel. Nog even tot slot nog deze twee versen. Ten eerste Efeze 4, vers 3. En u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Kijk, als we het hebben over toepassing, dan dit vers zegt heel duidelijk. We moeten ons inspannen. We moeten ons beijveren om die eenheid te grijpen. Om die eenheid te leven. En het wordt heel sterk uitgedrukt met het woord beijveren. Het komt maar niet maar zo aanwaaien. Het is net zoals in een huwelijk. Een huwelijk, die moet je beijveren. Om het huwelijk te laten werken. Eenheid in de gemeente, we moeten ons daarvoor inzetten. En niet denken dat het maar vanzelf aankomt. Kijk, wat hebben we gemeenschappelijk? Ik weet niet of je het verhaal kent, maar twee Nederlanders die vliegen samen. En die twee mannen zitten naast elkaar en die zeggen,
Ik zie, jij leest de Bijbel. Ja, ben je christen? Ja. Ja, ik ben christen. Zeg je, nou, ik ook, ik ben ook christen. En geloof je dat God de schepper is van hemel en aarde? Dan zegt die andere, ja, ik geloof dat God de schepper is van de hemel en aarde. En zegt, ik geloof je ook dan dat de Heer Jezus ook voor jou gestorven is aan het kruis? Zeg, ja, dat geloof ik ook. Zeg, geloof jij dat ook? Ja, geloof ik ook. En dat de Heilige Geest in ons woont? Ja, zeg, dat geloof ik ook. Zeg, wat mooi, zegt hij, wat mooi. En mag ik vragen, naar welke kerk ga je? Hij zegt, nou, ik ben baptist. Zeg, nou, dat is ook toevallig. Ik ben ook baptist. Zeg, wat mooi, zegt hij. Ja, zegt hij, ik ben unibaptist. Zeg, wil je even ergens anders gaan zitten, want ik ben vrije baptist. Ja. Ja. Helaas, hè. Dat is meer de waarheid dan dat we ons beijveren. We hebben zoveel gemeen. Zoveel gemeen. En dan, voor je het weet, maken we ons druk. Ja, of we unie of vrij zijn. Ja. Het tweede vers staat in Romeinen 12, vers 18. Er staat, leef zo mogelijk voor zover het van u afhangt in vrede met alle mensen. Nou, dat is natuurlijk, past heel goed bij het avondmaal. Straks bij het avondmaal wordt ook altijd opgeroepen om onszelf te beproeven. Hebben wij oneenigheid met de ander? Hebben wij ons, doen wij de moeite om die oneenigheid dan ook weg te nemen? Is het wat ons betreft, hebben wij ons best gedaan om in eenheid te leven met de ander? Het is altijd zo, weet je, dat je heel makkelijk de ander de schuld geeft. Ja, het trammelander, ja, weet je. Met die en die, ja, daar kun je niet mee samenwerken. En met die en die, dit en dat. En daarom even de volgende dia, Johan. Nou even de andere kant op. Nou, doen we nog maar eentje? Nog eentje? Ja. Ik had Romeinen 12 voor gelezen. Maar ik heb dat gewoon eens even opgezet. Weet je, dat is, misschien is het gewoon wat duidelijker om het alleen maar te zeggen. Maar bekijk eens bij jezelf. Beproef jezelf eens. In jouw gezin. Ben jij degene die eenheid brengt of niet? Als de familie bij elkaar is. Ooms en tantes, opa's en oma's. Ben jij dan vaak de oorzaak van trammeland? Of ben je degene die eenheid brengt? In de kerk, ben jij degene die oneenigheid brengt? Die altijd voor trammeland zorgt? Of op je werk, of op school, in je contact met je naasten? Ja, gaan we even verder. Als we het hebben van vandaag over eenheid, dat is geen zoetsappig verhaal. Het is echt geen zoetsappig verhaal. Het is wat God van ons vraagt. Ons daarvoor te beijveren. Het komt niet vanzelf aanwaaien. We moeten ons daarvoor beijveren. En bekijk die punten nu. En wees eens eerlijk en zonder de schuld te geven aan de ander. Waar sta je in dit alles? En misschien is het dan tijd om te zeggen, nou, ik moet mijn leven veranderen. Want ik ben degene die altijd zorgt voor trammeland. Ik ben niet degene die zorgt voor eenheid. Laten we samen bidden. Heere God, en u zo danken, Heer, dat we zo met elkaar zo, naar die pelgrimspsalmen ook door mogen gaan. Heer, en als we vandaag, ja, best wel een mooi onderwerp, maar tegelijkertijd ook een heel moeilijk onderwerp met elkaar overdacht hebben. Vader in de hemel, willen we danken dat we in eenheid met u mogen leven. Heer, dat wij, waar we van gezongen hebben, waar we net ook al van getuigd hebben. Heer, u hebt die Zoon gegeven tot redding van ons. Wij mogen in eenheid met u leven. We mogen vandaag, morgen, voor alle eeuwigheid, mogen we bij u zijn. Heer, dank u wel voor de vrede die u geeft. Heer, maar wilt u ons daar ook helpen, Heer, dat we met de mensen om ons heen, Heer, dat wij ook in eenheid leven.
Heer, en daar waar dat niet zo is. Heer, daar waar wij misschien zelf wel eens een kort lontje hebben. Heer, wilt u ons zo tegemoet komen, wilt u ons helpen? Heer, want u weet, wij weten, Heer, dat eenheid iets is, Heer, van u. En waar u ook wil, Heer, dat wij zo leven. Heer, ook als gemeente. Heer, dat we niet onze bijeenkomsten, dat het meer kwaad doet dan goed. Heer, wilt u ons daarvoor bewaren, wilt u ons die eenheid geven en dat we zo samen ook mogen getuigen van wat u hebt gedaan en van uw liefde. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen een lied zingen. Opwekking 657, zie het kruis. En dan aansluitend vieren wij het avondmaal. Thank you.
Ja, wij praktiseren hier zeg maar het open avondmaal. Dat betekent, ook al ben je geen lid van deze gemeente en ben je gast hier, dan ben je toch van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het avondmaal. Het is wel zo, wat wij wel vragen is wel dat je de Heer Jezus ook beleidt als jouw verlosser en Heer. En ja, we gaan nu dan samen het avondmaal vieren. En ik zou het fijn vinden als je zegt van nou, ik wil graag meedoen, maar het is de eerste keer dat je meedoet. Dat je even gaat staan, even je naam vertelt. En ook ja, zeg nou, dat je beleidt dat de Heer Jezus jouw redder en Heer is. Dus zijn er mensen onder ons die vandaag voor het eerst hier zijn en mee willen doen met het avondmaal? Mooi dat je er bent. En ik beleid ook Christus als mijn Heer. Nou, mooi, bedankt. Welkom. Nou, mooi. Welkom. Mooi, bedankt. Welkom. Net op tijd. Ja. Ja. Nee, van harte welkom. Mooi dat jullie er weer zijn. Hebben jullie vaker gezien. Van harte welkom. Zijn er nog meer mensen? Nou, voor de zekerheid, hè? Ja. Ja. We zijn ouders van leraar, dus we geloven ook dat Jezus onze Heer is en gestorven is. Ja, mooi. Ja, ik geloof het ook met heel mijn hart. Ik aanbid hem als mijn verlosser. Ja, mooi. Mooi. Ja, het is ook geweldig, weet je, dat je met elkaar ook de Heer mogen beleiden als onze verlosser. Weet je, en net wat ik zei, we werden ook weer bepaald van, ja, van alles wat ons vergeven werd. We moesten gisteravond wel lachen. Gisteravond met Chris hebben we met iemand van de jeugd hebben we het over de evangelie gehad. En dan, Chris is 75 jaar, hè? En toen hadden we dus dat voorbeeld stel je voor dat je 3 zonden per dag doet, hè? Hoeveel zijn dat in een jaar? Ja, dus die van de jeugd zei, ja, dat zijn er heel veel, ja, dat zijn er 1000. Weet je, en Chris is 75, weet je? Ja, en weet je, en het mooie is, en Chris vertelde gisteren zijn dan getuigenis, weet je, hoe mooi het is, jongens, om met de Heer te leven. Weet je, hij is onze verlosser, hij is onze Heer, weet je, en al onze zonden. Weet je, soms denken we van, ja, maar mijn zonden zijn veel te groot. Hé, dat is niet zo. Al onze zonden. Ja, ook al heb je 75.000 zonden, zeg maar. Weet je, van harte welkom bij de troon van genade. En dat mogen we nu dan ook met elkaar gedenken en met elkaar ook vieren. Laten we eerst tijd nemen voor stil gebed. En aansluitend wil ik dan 4 mensen van de broederraad naar voren vragen om te helpen met het uitdelen van het avondmaal. En Vader in hemel, dank u wel dat we zo samen het avondmaal mogen vieren en gedenken, Heer Jezus, dat wat u voor ons hebt gedaan. Heer, u bent voor ons aan het kruis gegaan. U bent plaatsvervangend voor ons gestorven. Heer, u bent opgestaan uit de doden, Heer, en u bent onze Heer. Heer, met elkaar willen we dit beleiden, maar we willen het ook met elkaar gedenken, Heer, dat wat u voor ons gedaan hebt, Heer, dat u van ons houdt. Amen. Nou, blijf ze maar bijstaan. Komen jullie er ook bij?
gescheiden. Ik wil graag één vers lezen en zou jij daarna willen bidden? Ik wil graag een vers uit Matteüs 26 voorlezen. En het gaat over de tijd van de instelling van het avondmaal. En er staat, en terwijl zij aten, nam Jezus het brood. En toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het aan de discipelen. En hij zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. Ja, dank u wel, Heer God, dat we zo samen hier als gemeente rondom het Heilige Avondmaal mogen staan. En wil u bidden, Heer, dat u uw zegen wilt geven, Heer, ook als straks het brood gedeeld mag worden. Uw lichaam dat u gegeven hebt als losprijs voor onze zonden. Heer, wat is het een voorrecht, Heer, om deze liefdesmaal hier ook samen te mogen nemen, hier in deze ruimte. Maar ook thuis, als mensen meekijken en meedoen, Heer, dat we samen de gemeenschap der heiligen met elkaar ook mogen beleven. Dat u werkelijk, Heer Jezus Christus, alles gegeven hebt aan het kruis van Golgotha. U hebt het uitgeroepen, het is volbracht. En dan mogen we onze naam, persoonlijke naam, ervoor invullen. Heer, wilt u ook zo het brood, Heer, wat rondgaat, rijkelijk zegenen. Dank u wel ervoor. Amen. Met drie schalen. Ja. Als u het brood krijgt, zou ik dan even willen vasthouden, zodat we straks samen het mogen eten. Thank you.
En laten we samen het brood nemen en dat we mogen gedenken dat zijn lichaam is voor ons gebroken. Niet alleen gedenken dat zijn lichaam voor ons verbroken is, maar ook zijn bloed voor ons vergoten is. Vergoten tot vergeving van onze zonden. We vragen of luiden, we bidden voor de beker. Heer God, dank u wel dat we dit avondmaal mogen vieren. Heer, dat we door de wijn mogen denken aan het bloed dat u voor ons vergoten hebt. Dank u wel, Heer, voor dat geweldige offer. Dank u wel voor de pijn die u leed voor mij. Dank u wel daarvoor. Dank u wel, Heer, dat we zo met elkaar mogen gedenken dat uw bloed voor ons heeft gevloeid. Tot de redding van ons leven. Amen. We vieren het avondmaal met wijn, met alcohol. Luiten, zou je willen kijken? Zijn er mensen die liever het avondmaal vieren met druivensap? Zou jij graag even de hand opsteken? En dan komt Luiten langs met de druivensap. Misschien moet je hem even helpen straks. Thank you.
En terwijl zij aten, nam Jezus, vers 27, hij nam ook de drinkbeker. En nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zei, drink allen hieruit. Want dit is mijn bloed, het bloed van een nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Het is nu tijd voor open gebed. De Heer voorzegt dat deze dingen moeten gebeuren. Maar ik ben alleen de verlossing die u bereid hebt voor ons. U hebt uw leven gegeven. U hebt gestreden aan het kruis van Golgotha. Ook voor mijn zon en voor onze zonen allemaal. Dank u wel, Heer, voor alles wat u voor me doet. En altijd, op jouw tijd, met u bent. Amen. Vader in hemel, dank u wel dat we zo met elkaar ook het avondmaal mochten vieren. Met elkaar mogen gedenken en vieren, Heere, wie u bent, Heere, en danken, Heere, voor uw liefde. Heere, en we mogen dan ook met elkaar uitzien, Heer, naar de eeuwigheid met u. Heer, waar we, we ook allen naar uitzien, Heer, en ook in deze tijd, Heere, waarin we nu weer ook worden bepaald, Heere, bij de vergankelijkheid van alles. Heer, leggen zo ons leven in uw handen. Jezus' naam. Amen. Nu vraag om te gaan staan en dan gaan we samen het slotlied zingen. Ik hoop dat jullie het kennen, want we hebben eigenlijk een nieuw slotlied. Het wordt eigenlijk het lied van de maand. En het is in het Engels. Het is de zegen. In de opwekking staat hij als het zegenlied. Dus het nieuwe lied is volgens mij opwekking 845 aan mijn hoofd. Maar wij zingen hem deze maand in het Engels. Dus als je hem kent, mag je meezingen en anders mag je heerlijk meegenieten.
Hij wordt niet afgespeeld op de Bima, omdat we hem dus Engels zingen. Dus, maar je kunt hem terugvinden in Opwekking, als je de vertaling wil lezen. Maar het is een heel mooi lied, dat de Heer je zegent, maar dat je ook een ander zegent. He is for you.
Dankjewel. Ook, ik weet niet of het opgevallen is, we hebben een nieuwe zangeres erbij. Ja. Geoefend. Ze zijn natuurlijk met de muziekteams bezig. En het is best wel een uitdaging om tweede stemmen te leren en hoe en wat. Maar dat hebben we dus met dit lied gedaan. En oh, stort, daar zat in mijn tand. ik ben eigenlijk best wel een beetje, dit is niet hoogmoedig bedoeld, maar best wel trots op onze teams. Want we doen het allemaal maar wel. En dat mag ook wel een keer gezegd worden. Ja, en... Dus dit was een hele uitdaging. Dus dit was ook de eerste keer dat we het nu doen. Dus, maar goed, ik vind dat... Volgende week weer. Zo is dat. Ja. 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 Al doen de leermen, hè. Maar het is gewoon heel mooi. Ja. Ik vind het zelf heel leuk, maar ik dacht... Ja, dat mag wel een keer gezegd worden. Want alle teams doen het hartstikke goed. Ja. Dus Helemaal mee eens. Bij deze. Ja. Laten wij nog bidden om de zegen. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. En de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de eenheid van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. Ik wens u allen wel thuis. En als u nog tijd hebt, van harte welkom even een kopje koffie te drinken.